In het zicht van de IJssel, waar de wind over het vlakke land waait, staat in de buurtschap Raa sinds 1879 molen De Hoop. Fier en krachtig staat deze molen op een bult te schitteren in deze ongeveer 70 zielen tellende gemeenschap. Hij was nog in werking tot in het begin van de Tweede Wereldoorlog, maar door beschietingen van de Duitsers behoorlijk beschadigd en raakte daarna snel in verval. Hij verloor zijn wieken in 1952. Op oude foto's is duidelijk de charme van deze witte molen te zien. Op de afbeeldingen zien wij ook nog een aantal molenaars die in deze molen gewerkt hebben. In 1999 is de molen gerestaureerd, maar niet meer in werking en is het beheer in een stichting ondergebracht. Om de geschiedenis van deze molen voort te laten leven, is een permanente tentoonstellingsruimte ingericht en is de molen op gezette tijden te bezichtigen.